3 dagen lang kunnen voetbalfans hun ogen uitkijken in de Goffert. Hier staat het pop-up museum The Football Factory. Voetbalshirtverzamelaar Jesse Rabelier heeft een collectie van meer dan 1000 shirts. Een deel van deze collectie is nu een aantal dagen te zien in de Goffert. Ja, we staan natuurlijk in een heel mooi stadion, hè, in de Goffert in Nijmegen. En dit is een tentoonstelling van de Football Factory waar ik mee samenwerk. En waar mijn collectie tentoongesteld wordt, tenminste een gedeelte daarvan. Ja, het heet de Shirts of Cult collectie en is eigenlijk 20 jaar geleden begonnen. En in die 20 jaar heb ik eigenlijk een collectie bij elkaar proberen te krijgen wereldwijd. Ja, voor cultspelers, gekke shirtjes, mooie sponsen, lelijke sponsen, noem maar op. De verzameling is ontstaan uit zijn liefde voor de sport. Inmiddels moet hij af en toe shirts wegdoen om de collectie te optimaliseren. Eigenlijk puur uit liefde voor het spelletje en voor de kleding. Als kindje liep ik al in tweedehands kleding. Toen was dat nog een beetje armzalig, zullen we maar zeggen. Tegenwoordig is het hip. En op een gegeven moment had ik zo'n grote verzameling in mijn kast liggen. Dat op een gegeven moment een vriend zei voor de grap van goh, je kunt wel een museum beginnen. Nou, toen ben ik wel nog wat gerichter gaan zoeken. De collectie maakt flink indruk op voetbalfans die komen kijken. En ieder heeft zo zijn favoriet. Ja, Diego Maradona is wel een van de grootste voetballers aller tijden. Dus ja, als je een shirt ziet wat hij gedragen heeft, is wel, dat is wel mooi om leuk om mee te maken. Ja. Normaal zie je dat natuurlijk nooit. Klopt. Het is natuurlijk een prachtig materiaal. Mooi merk, Adidas. Dus ik heb zelf ook wel een aardige collectie. Maar wat hier ligt is toch, spreekt wel tot de verbeelding. Omdat ze ook allemaal gedragen zijn door de spelers zelf natuurlijk. Speciaal voor Nijmeegse fans zijn er natuurlijk ook NEC-shirts te bewonderen. Ja, we zijn natuurlijk in Nijmegen, dus daar komt deze niet ontbreken. Mocht deze niet ontbreken. Dit is namelijk een heel bijzonder shirt. Gedragen door Frans Thijssen in 1969-1970. Je kunt zien, het is een oranje shirt. Heel mooi met het oude logo nog erop gestikt, echt. Hè. Dat is denk ik voor de mensen sowieso die NEC een warm hart toedragen. Zeker een must om te komen bekijken hier in het museum. Ja, dan blijft het toch mijn clubje. Dus dat is ook mooi om te zien. Al die jaren dat je hier in de Goffert ook bent geweest. Ja, dat is wel een mooi feestdayherkenning. Ja, prachtig. De shirts van Cruijff en Jansen hebben een mooi verhaal. Ja, dat is wel een leuk verhaal. Ook omdat het ook te zien is. Dit zijn 2 bijzondere shirts. Eén van Johan Cruijff en eentje van Wim Jansen. Die bij de Washington Diplomaten samenspeelden. Cruijff was natuurlijk heel erg gewild. En wat hij dus deed in de rust, ruilde hij zijn shirt met de tegenstander. En na de wedstrijd met een ploeggenoot. Nou, wat je heel mooi kunt zien als je ook naar het shirt kijkt. Het shirt van Cruijff ziet er gewoon als nieuw uit, zeg maar. Heeft hij een halve wedstrijd misschien, 2, in gespeeld. Dit is een shirt van Wim Jansen. Die ruilde iets minder zijn shirt, dat kun je ook zien. Die is al helemaal volwassen. Dus dat is wel ook mooi dat je ze samen hebt. Dat ik ze samen voor de tentoonstelling heb. Dus dat zijn 2 wel mooie items.